Wat het onderwijslab volgens mij is dat er allemaal mensen bij elkaar komen vanuit onderwijs. Zowel schoolleiders als ook directeuren, maar heel belangrijk de docenten en de studenten. En die met elkaar het gesprek voeren van hoe ziet het ultieme onderwijs er nu uit. Onderwijs waarbij jongeren niet alleen rekenvaardigheden en taalvaardigheden leren, maar waar ze ook leren wie ben ik eigenlijk en wie wil ik zijn en ook wie kan ik zijn. Mijn naam is meester Bart. Ik ben uitgenodigd door de PvdA om hier te spreken over het onderwijs. Ik geef les op een middelbare school in Amsterdam Zuidoost. En ik hoop vandaag wat andere mensen, bekende en minder bekende mensen, te spreken en dan ideeën uit te wisselen over hoe wij het onderwijs nog beter kunnen krijgen. Het is leuk om van verschillende kanten te horen hoe mensen in het onderwijs staan. Wat het onderwijs voor hen betekent. Wat een perfecte school eigenlijk is. Want is er wel een perfecte school? Voor iedereen is die definitie heel anders. Dus hoe definieer jij je perfecte school? Vanochtend in de ochtendsessie 3 prachtige verhalen. Inspirerend. Vanuit studenten, vanuit docenten en vanuit schoolleiders werd gezegd eigenlijk, we moeten samen verantwoordelijkheid willen dragen. We moeten samen met die jongeren, met die studenten gaan nadenken over wat is dat goede onderwijs eigenlijk. En daar hebben we veel meer voor nodig dan alleen maar wat regels en wat wetgeving. Daar hebben we empathie voor nodig. En juist in het kader van gelijke kansen is het van heel groot belang dat alle jongeren, ook kwetsbare jongeren, een goede opleiding op het mbo kunnen volgen. Dus wat ik nu zeg met mijn wet, alle studenten, alle leerlingen die een goede vooropleiding hebben, die moeten gewoon toegelaten worden. En dat wij dus als politiek, als onderwijs, als alle mensen eromheen, om de jongeren heen gaan staan en tegen ze zeggen, zo neem je verantwoordelijkheid. Dus we geven ze verantwoordelijkheid. Maar we kunnen niet verwachten van jongeren van 12 en 13 dat ze het allemaal perfect weten. Ja, ik heb zelf samen met een schoolbestuurder, een schooldirecteur uit Rotterdam-Zuid, Erik van Hetzelfde, een paar maanden geleden een essay geschreven. Omdat we echt zagen, daar moet iets fundamenteel in het onderwijs verbeteren. We hebben goed onderwijs, daar geen misverstand over. Maar om de snelle veranderingen echt te kunnen bijhouden, moet het nog veel beter. Om de achterstanden te kunnen wegwerken, om de tweedeling tegen te gaan, hebben we gewoon een aantal grote stappen nodig. Bijvoorbeeld veel meer investeren in leraren, veel meer tijd geven aan leerlingen, ook op school zelf, om zichzelf te ontplooien. Nou, dat soort grote stappen hebben we in dat essay uiteengezet. Die worden hier nu in groepen met mensen die er ook veel verstand van hebben verder uitgewerkt. Zo maak je politiek. Het leukste is dat je echt met mensen spreekt die zelf elke dag in dat onderwijs zitten. De Kamerleden zijn natuurlijk geneigd om veel in Den Haag te werken, veel stukken te lezen. Leer je ook veel van hoor, echt. Maar je leert in 1 minuut zoveel meer van een docent die zelf voor de klas heeft gestaan. Die jou precies kan uitleggen waar zijn problemen zitten en wat ik zou moeten doen om dat te verbeteren.